Albert Verlinde heeft Humberto Tan dikke maand geleden beschuldigd van wangedrag. In zijn tijd bij RTL Late Night zou Humberto aan de lopende band appjes hebben gestuurd aan vrouwen die bij hem aan tafel hadden gezeten. Het lijkt wel of ik hier meer een datingshow zit te produceren dan een talkshow, zouden boze medewerkers gezegd hebben. Galant als hij is, gaf Humberto de kans aan Albert om zijn fout te corrigeren, maar Albert nam gewoon de telefoon niet op. Nou, dat had hij beter wel kunnen doen. Humberto besloot vervolgens namelijk om aangifte te doen van smaad en laster. Nog dezelfde avond krabbelde Albert lafjes terug en pas na dik een week ging hij diep door het stof. De advocaat van Humberto, Robert Geerlings, liet daarop weten, wij zien geen reden om de heer Tan te adviseren om de aangifte wegens laster, smaad in te trekken naar aanleiding van de meest recente uitlatingen van de heer Albert Verlinde. Hoe staat het inmiddels met de megaruzie tussen Albert en Humberto? De presentator gaf gisteren een Skype-interview aan RTL Boulevard en liet weten dat er niets aan de situatie is veranderd. Humberto hield het bij 12 woorden, nope. Status quo. Als er nieuws is, dan meld ik me vanzelf. Dat betekent dat Humberto zijn aangifte dus nog steeds niet heeft ingetrokken. Heel goed, vindt Bridget Maasland dat, zo liet ze eerder weten. Zij vindt dat de excuses van Albert echt veel te laat kwamen. Ik vind dat heel erg goed, want het is natuurlijk ook een beetje mosterd na de maaltijd. Waarom zou je het nu in één keer intrekken?